Dit is les, maar men is snel. Men is snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter, maak je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hallo, 6 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. We gaan kijken naar de laatste 3 sommetjes van het examen 2013 tijdvak 1. En ik heb ze hier ook nog op een of andere manier in beeld. Ja, ze zeggen... De functie f wordt gegeven... wordt gegeven door fx is 1 gedeeld door 1 plus... 1 gedeeld door e tot de macht x plus 1. De grafiek van f heeft 2 horizontale asymptoten. Oké, weet je wat? We gaan hem even in de rekenmachine zetten. Kijken hoe dat ding eruit ziet. Want ze zijn te beroerd geweest om een schets voor ons te maken. En dat accepteren we niet. Dus dan maken we gewoon zelf een schets. Zo. Oké, en wat zegt dat ding dan? Nou, hij ziet er zo uit. Hij zit ergens in de buurt van 1 of zo. Dan gaat hij naar beneden. En dan gaat hij naar 0. Oké, even een beetje zoomen. Dan komt het net iets eleganter in beeld. Dus dan laten we de i lopen van min 1 tot 2. En het x-window was volgens mij wel oké. En dan ziet die grafiek er dus zo uit. Nou, dat helpt ons met het beantwoorden van de vragen. Weet je dat hier ook aardig... het lijkt erop dat hij symmetrisch is, hè? Toch? Zou die punt symmetrisch zijn in 0,5? Maar het functievoorschrift ziet er helemaal niet zo symmetrisch uit. Heel even kijken. Ik heb f x is 1 gedeeld door e tot de macht x plus 1... En wat betekent puntsymmetrie dus even kijken, puntsymmetrisch in 0,5. Dat betekent dat de gemiddelde waarde van fp en f min p, dat gelijk is aan een half. Dat is deze half. Dus die 0, die zie je hier in de 0 plus p en de 0 min p. En de y-coördinaat van het puntsymmetrische punt zou de half moeten zijn. Dus als dit waar is, moeten we kunnen aantonen dat fp plus f min p gelijk is aan een half als je het door 2 deelt. Nou, die 2 strepen we weg. We gaan het gewoon even proberen, gewoon voor het gein. Ja? Volgens mij heeft een dergelijke opgave wel eens in het examen gezeten. En dat zag er ook uit alsof het helemaal niet zou kloppen. Maar ja, je weet het niet, hè. Dus deze... Nou, hoe moet je deze dingen optellen? Je moet ze gelijknamig maken. Dat kan op 2 manieren. Je kan het op de naïeve manier doen. Je kan deze boven en onder vermenigvuldigen met e tot de macht min p plus 1. En deze boven en onder vermenigvuldigen met e tot de macht p plus 1. Wat je ook kan doen, is deze boven en onder vermenigvuldigen met e tot de macht p. Want wat gebeurt er dan? Dan staat hier 1 gedeeld door e tot de macht p plus 1 plus e tot de macht p gedeeld door 1 plus e tot de macht p. En e tot de macht p plus 1 en 1 plus e tot de macht p is hetzelfde, toch? Dus dan staat hier 1 plus e tot de macht p gedeeld door 1 plus e tot de macht p. En dat is 1. Inderdaad, dit ding is puntsymmetrisch in het punt 0,5. Grappig, hè? En dat functievoorschrift ziet er helemaal niet zo puntsymmetrisch uit. Maar hij is het wel. En dat is een oude examensom waarin ze dit hebben gedaan. Dat hebben ze hier niet gedaan, hadden ze namelijk al een keer eerder gedaan. Maar ik vind het verrassend dat zo'n ding, wat er helemaal niet puntsymmetrisch uitziet, dat die dan toch wel is. Dat vind ik grappig. Oké, nou ja. 17. De grafiek van f 2 horizontale asymptoten. Ja, dat hebben we gezien in het plaatje. Je moet de afstand berekenen tussen de horizontale asymptoten. Oké. Nou, asymptoten zijn lijnen. De afstand tussen lijnen is meestal 0. Behalve als ze evenwijdig zijn. Dan is de afstand van een punt op de ene lijn tot de andere lijn. Want als lijnen elkaar snijden is de afstand natuurlijk 0. Dus, maar gelukkig zijn ze evenwijdig. Horizontale asymptoten. Hoe doe je dat? Dat deed je met een limiet. Dan ga je zeggen, ik wil de limiet weten voor x gaat naar oneindig van fx. Ik wil de limiet weten voor x gaat naar min oneindig van die fx. En het grappige is, deze limieten hebben allebei een totaal verschillende aanpak van uitrekenen. Hier zie je dat die e tot de macht x die gaat exploderen. En als je iets hebt wat gaat exploderen, dan moet je alles erdoor delen, zodat je dingen krijgt die naar 0 gaan. Dat deed je ook als er x'en stonden, maar hier staat toevallig een e tot de macht x. Dus dan krijg je de limiet
voor e tot de macht x gaat naar oneindig. Hè? Want als x naar oneindig gaat, gaat e tot de macht x ook naar oneindig. Dan krijg je hier 1 gedeeld door e tot de macht x gedeeld door 1 plus 1 gedeeld door e tot de macht x. Nou, e tot de macht x gaat naar oneindig. Dus dit is een standaardlimiet, dit gaat naar 0. Dit is een standaardlimiet, dit gaat naar 0. Dus je houdt over 0 gedeeld door 1 en dat is 0. Met andere woorden, ik heb een horizontale asymptoot. I is 0 als ik naar rechts ga. En dat zie je ook in het plaatje. Hè? Zie je dat? Hier? Oké. Maar als je naar midden oneindig gaat, gebeurt er iets heel anders. Als x naar midden oneindig gaat, dan gaat e tot de macht x... Waar gaat e tot de macht x naartoe? Die gaat naar 0. Hij daalt zelfs naar 0, toch? Maar als dit naar 0 gaat, dan hou je gewoon over 1 plus 1 gedeeld door 0 plus 1. En dat is 1. Dus je hebt ook nog een andere horizontale asymptoot. Hij is 1. En de afstand is, ja, de afstand hiertussen is 1. De gevraagde afstand. En er zitten maar 3 punten in deze som, hè? En het ligt voor de hand dat ze voor de conclusie dat ze 1 punt geven. Dus je krijgt eigenlijk 1 punt voor deze asymptoot, 1 punt voor deze asymptoot en 1 punt voor de conclusie. Lijkt mij. Oké, nou leuk. Gaan we naar 18. Een primitieve van f is, hoofdletter fx is x min ln van e tot de macht x plus 1. Oké, nou als ze zeggen, als ze de primitieve geven en zeggen van je moet aantonen dat dit de primitieve is... dan is het nooit slim om te gaan primitiveren. Dan moet je altijd gewoon differentiëren en kijken of de afgeleide gelijk is aan de oorspronkelijke functie. Want anders laten ze hem jou zelf wel primitiveren. Dan was vraag 19 was gewoon 7 punten geweest en dan hadden we deze vraag niet gehad. Als je hem zelf had kunnen primitiveren. We gaan f de afgeleide van de primitieve berekenen. Dus we gaan moeten differentiëren x min de ln van e tot de macht x plus 1. Nou, die x differentiëren geeft gewoon 1. En de ln differentiëren, nou, dit is wiskunde B, hè, dus dit weet u natuurlijk allemaal al. Maar ik leg dit ook uit aan wiskunde A. En daarom heb ik een soort automatisme om even de regeltjes nog op te schrijven. De afgeleide van ln x is 1 gedeeld x. Kijk, mooi. En wat is dan de afgeleide van de ln van iets? Nou, meneer, dit en dit heeft dezelfde structuur. Dus die afgeleide heeft ook dezelfde structuur, behalve dat je nog moet vermenigvuldigen met de afgeleide van iets. Dat was de kettingregel. En in dit geval kan je dat mooi schrijven als de afgeleide van iets gedeeld door iets. Dus de ln van e tot de macht x plus 1, als je dat differentieert, dan krijg je dus de afgeleide van e tot de macht x plus 1. Dat is e tot de macht x. En onder krijg je e tot de macht x plus 1. Nou. Dit ziet er niet uit als 1 gedeeld door e tot de macht x plus 1, maar we moeten dit nog optellen. En om dat te faciliteren gaan we even een breuk maken van die 1, van die 1 gedeeld door 1. En die 1 gedeeld door 1 kunnen we ook schrijven als e tot de macht x plus 1 gedeeld door e tot de macht x plus 1. En die andere laten we gewoon lekker staan. En dan zie je van, oh, dan moet ik dus die bovenkanten van elkaar afhalen. Deze. Dus dan krijg je e tot de macht x plus 1 min e tot de macht x. Nou, dat is natuurlijk gewoon 1. Dus dan krijg je 1 gedeeld door e tot de macht x plus 1. Goedemorgen, Carla. Dat is fx dus. Hè? Mooi, hè? Dus je toont aan dat iets een primitief is door te differentiëren en te laten zien van, hé, dat is de functie waar we mee begonnen. Als je zelf dit te primitiveren, ga je waarschijnlijk mis. Dan de laatste. Lijn K heeft vergelijking x is a met a is groter dan 0. De grafiek van f, de x-as, de y-as en k sluiten een vlakdeel in. De oppervlakte van dit vlakdeel is voor elke waarde van a kleiner dan ln 2. Bewijs dit. Schets. Wat een gedoe. Het wordt ingesloten door 4 dingen. Doe eens normaal. Hier. Dus dit is de x-as. Dit is de y-as. Hier heb je die gekke grafiek. Zo. En hebben we hier een lijn met x is a. En het gebied wordt ingesloten door, even kijken, de grafiek van f, de x-as, de y-as en k. Dus dit gebied. En we moeten laten zien dat de oppervlakte hiervan, dat kleiner is dan ln 2. Oké,
laten we dan die oppervlakte maar eens gaan opschrijven als een integraal. We integreren van 0 tot a. En het ding wat we integreren is 1 gedeeld door e tot de macht x plus 1 dx. Nou, er zijn altijd leerlingen die het presteren om deze dan nog zelf te gaan primitiveren. En dat dan waarschijnlijk fout doen, terwijl de primitieve hier gewoon is gegeven. Dus je gebruikt gewoon de primitieve die is gegeven in de som. Ja? Dus dan zeggen we, kennelijk moet je dan doen x min de ln van e tot de macht x plus 1. En dan moet je invullen a en 0. Oké, nou, kunnen wij. Als je a invult, dan komt er uit a min de ln van e tot de macht a plus 1. Min, en dan moet je 0 invullen, min de ln van e tot de macht 0 plus 1. Oké, nou, wat gebeurt hier? Even kijken hoor. Dus we krijgen gewoon a. We krijgen een ln van e tot de macht a plus 1 min min. Dus plus. En e tot de macht 0 is gewoon 1, hè? Dus hier staat ln 2. Hé, dat is die ln 2 waar we het over hebben. Dus ik wil nu. Ik wil laten zien dat dit kleiner is dan ln 2. Dus eigenlijk moet ik laten zien dat dit negatief is. Nou, hebben we daar een goed argument voor? Ln is een stijgende functie, toch? Dat is deze. Dus we kunnen zeggen dat de ln van e tot de macht a, wat is dat? Dat is a, hè? Ja, de exponent die je nodig hebt om e tot de macht a te maken is a. Oké. Maar hier staat iets extra's bij. Dus we kunnen zeggen dat de ln van e tot de macht a plus 1 groter is dan a. Want de binnenkant van de ln is groter geworden, dus die uitkomst van de ln wordt ook groter. En omdat dit ding groter is dan a, weten we dat dit kleiner is dan 0. Dus ja, als je een getal wat kleiner is dan 0 optelt bij ln 2, dan is je antwoord kleiner dan ln 2. Grappig, hè? En helaas hebben we geen rekenregels. We hebben geen rekenregels om hier die plus weg te halen uit die ln. We kunnen daar niks mee. Een keer in de ln kan je weghalen door er een plus van te maken aan de buitenkant. Maar een plus in de ln kan je helemaal niks mee. Dus ja, mooi hè? Nou, dat was de laatste som van het examen. Dan sluiten we nog even af. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Minder snel bro, ja dat is een feit. HBO of universiteit, minder snel die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om minder snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met minder snel. Minder snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. We'll be right back.